Laten wij dat aloude kerstevangelie samen lezen. Dat staat in Lucas 2. Ik had opgegeven 1 tot 12, maar laten we 1 tot 14 lezen. Het eindigt met het ere zijn God, wat we ook na de dienst willen zingen. Dus Lucas 2, 1 tot en met 14. De tekst kan ik ook wel vast noemen, dat is vers 7. Dus Lucas 2. En het geschiedde in die dagen, de dagen van Jezus, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de hele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. Maar ze gingen alle om beschreven te worden, en ieder naar zijn eigen stad. Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad van David, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die bevrucht was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En dan de tekst, en zij baarden haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken, legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in die landstreek, zich houdend in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij vreesden met grote vrees. En de engel zei tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die het hele volk wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welken is Christus de Heer in de stad van David. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggen in de kribben. En terstond was er met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ik zou in antwoord op dit woord geloofsbelijdenis willen doen met artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En er staat boven van de menswording van Jezus Christus. Daar klinkt in door hoe de kerk van alle tijden, in het bijzonder in de reformatie, over de menswording het geloof heeft beleden. Dus artikel 18, als u mee wilt lezen, mag ook meeluisteren, van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaders, de patriarchen, gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld op de tijd door hem bestemd, die de gestalte van een dienstknecht, een slaaf, heeft aangenomen, de mens gelijk is geworden. En wat betekent dat, mens worden? Waarachtig aannemend een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, behalve de zonde, ontvangen zijn in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van de man. En hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen wat betreft het lichaam, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een werkelijk mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder heeft aangenomen, dat Christus, die lachtig is geworden, het vlees en bloed van de kinderen, dat hij een vrucht is van de lendenen van David, wat het vlees aangaat, dat hij geworden is uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruiten van David, een scheut uit de wortelen van Isaïe, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham,
aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, zodat hij in werkelijkheid is onze Immanuel. En dat betekent God met ons. Waarvan akte. Zullen wij staan. De tekst noemde ik wel, gemeente, het zevende vers. Hè, en zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken, legde hem neer in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En dit laat zich verdelen opnieuw in drie invalshoeken, drie aandachtspunten. Dan beginnen we bij het laatste. Er was voor hen geen plaats in de herberg. Dat zou je kunnen duiden als geen plaats voor het kerstkind. En dan kijken we naar het begin van de tekst. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. En dat kun je duiden als het wonder van het kerstkind. En dan, zij wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe. Dat is het teken bij het kerstkind. Dus geen plaats voor het kerstkind. Het wonder van het kerstkind en het teken bij het kerstkind. Dan hebt u vast de orde van de preek. Dus geen plaats voor het kerstkind. In de verhalen die je vaak in de kinderbijbels leest, en dan gaat het zo, Maria en Jozef, die komen aan in Bethlehem en ze kloppen aan bij de eerste, de beste herberg, de eerste, het beste hotel. En er is geen plaats, we gaan naar een volgende hotel. En die herbergier die kijkt ook een beetje bedenkelijk, hij ziet wel dat het geen rijke mensen zijn. En ik denk, nou, ik kan misschien wel betere gasten krijgen en die stuurt ze ook weer door. En Maria is natuurlijk hoogzwanger en op het allerlaatste dan vinden zij nog ergens in een stal een plekje. En daar gebeurt dan het wonder van de geboorte van Jezus. Als je deze tekst wat aandachtig en dan zorgvuldig leest, vers 6 dan, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zou, staat het geschieden toen ze daar waren. Er staat niet toen ze daar aankwamen, dat toen de tijd van het baren was. Dus of je dat zo moet verstaan, zoals dat in heel veel kinderbijbels wordt gezegd, dat ze haastig van de ene naar de andere herberg gingen en hijgend bijna in die stal aankwamen, dat toen de weeën op gang kwamen of doorbraken enzovoort. Dat is nog maar de vraag. Dat staat er in ieder geval niet. Hoe het allemaal gebeurd zou kunnen zijn, wij weten niet alle details, maar als je aandachtig naar deze tekst leest en niet meer erin leest dan er werkelijk staat, dan staat er, ze waren in Bethlehem en toen werden de dagen vervuld dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon. Wat Lucas wel duidelijk heeft willen aangeven, hè, daar eindigt deze tekst mee, dat is ons eerste aandachtspunt, dat er voor hen geen plaats was in de herberg. Dat is aangrijpend. Lucas was de historicus. Misschien wel aardig om dat ook even te melden. Als u Lucas 1 leest, die eerste vier versen, dan leest u dat dat ook heel, ja, bijna wetenschappelijk eraan toe is gegaan. Lucas die is in gesprek gegaan met Maria. En die heeft gezegd, Maria, hoe ging dat eigenlijk allemaal? En misschien is hij wel in gesprek geweest met Jozef. Jozef, vertel jij eens hoe jij het ervaren hebt en wat je precies meemaakt en wat er precies allemaal gebeurde en welke volgorde ging dat. En ken nog details en zo. En hij zal die herders hebben opgezocht en dan die herders hebben gevraagd, hoe ging dat allemaal en wat is jullie overkomen. En dus Lucas heeft alle dingen, zo staat er, heel zorgvuldig en nauwkeurig uitgezocht. En het was allemaal onder de leiding van de Heilige Geest. He, dus we mogen helemaal vertrouwen dat de juiste dingen Lucas ter oren zijn gekomen. En die leiding van de Heilige Geest betekent ook dat Lucas het niet alleen als een historicus deed. Een historicus is geïnteresseerd in alle details, biografische details. Maar zo moet je de Bijbel, ook het Oude Testament, ook de geschiedenis in het Oude Testament, ook de geschiedenis van Lucas en ook de geschiedenis van Lucas 2 niet lezen, alsof het alleen maar een historisch verslag ging. Lucas was wel een theoloog, als je dat wil zeggen, geleid door de Heilige Geest. Een theoloog wil zeggen, hij had een boodschap.
Dus alleen die dingetjes die worden verteld, die te maken hebben met dat heilsfeit van God. Dat hebt u misschien ook wel eens, als u een Bijbelse geschiedenis leest, en denkt u, ja, ik zou eigenlijk wel willen weten hoe dat ging en hoe dat gebeurde en wat daarachter zat en hoe je dat moet voorstellen. Nou, de Heilige Geest heeft dat niet van belang geacht. Daar kun je best over nadenken. Dat zou ook best interessant kunnen zijn, historisch interessant kunnen zijn. Maar de Bijbel is niet in de eerste plaats een geschiedenisboek, hè, maar de Bijbel is in de eerste plaats een boodschapboek. Die vertelt ons wat de daden van God zijn, die in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. En waarin de geschiedenis tot zijn vervulling is gekomen en waarin de geschiedenis betekenis heeft gekregen. En dan is dat wel de boodschap die de Heilige Geest via het historische onderzoek van Lucas aan ons doorgeeft. Er was geen plaats in de herberg. Er was geen plaats voor Jezus. Er was geen plaats voor de president van de kosmos. Dat zegt eigenlijk nog te zwak, hè? Hij is niet alleen de president van de kosmos, die moet na 4 jaar weer aftreden en die moet maar zien of hij weer gekozen wordt. Maar hij is niet de president van de kosmos, maar hij is de eigenaar van de kosmos. Hij heeft de kosmos geschapen door het woord van zijn kracht. En als hij die kosmos niet in stand houdt, dan zakt die kosmos in 1 minuut in elkaar. Hij heeft de wereld geschapen en de hele kosmos, de hele sterrenwereld uit het niets tevoorschijn geroepen. En als hij het niet zou dragen door het woord van zijn kracht, dan zou het weer in het niets terugvallen. Hij houdt die wereld, hij houdt mijn leven, uw leven, jouw leven, alles wat we zien, houdt hij in stand. Stel je toch eens voor dat Biden hier in Nederland op bezoek zou komen en hij is niet welkom. Er is geen plaats voor hem. Dat is gewoon ongehoord. Dat is onvoorstelbaar. Alles wordt gearrangeerd en georganiseerd en voorbereid. Als die grote man uit Amerika overkomt, dan wordt alles in stelling gebracht. En er wordt voor gezorgd dat alles veiliger aan toe zal gaan. Ik las het pas nog misschien wel, hè, dat toen hij eventjes een bezoek bracht aan Kiev en dat deed via Polen en dat toen met de trein naar Kiev ging, dan werd zelfs Poetin even geïnformeerd dat de raketten op Kiev zouden stoppen en dat de president van Amerika geen gevaar zou lopen. Hè. Dus de hele wereld wordt bijna ingeschakeld om de president van Amerika een verplaatsing te laten maken. En dan geen plaats voor hem die 1000 keer groter is dan Biden. Dat is toch aangrijpend. Geen plaats bij die machtige keizer Augustus, hè, die de hele toenmalige wereld onder zijn regime had. En die wilde weten hoe sterk hij was en hoe machtig hij eigenlijk was en hoeveel onderdanen zijn rijk wel telde. En daarom die beschrijvingen organiseerde. De eerste beschrijving. Hè, die burgerlijke stand die moest een beetje op orde gebracht worden. Die machtige keizer Augustus. Geen plaats voor Jezus. Herodes, de viervorst in de tijd van Jezus in het land van Palestina, geen plaats voor Jezus. Die vrome fariseeën, dat Sanhedrin, dat de religie van de Joden reguleerde en organiseerde en leidde en daar verantwoordelijkheid voor droeg. Geen plaats voor Jezus. Overal plaats voor. De vorsten hebben een hol. En de vogels van de hemel, die hebben een nest. Maar de zoon des mensen heeft geen plaats waar hij het hoofd kan neerleggen. Geen eigen bed. Geen eigen huis. Geen plaats. Minder dan de vogels. En minder dan de vossen die rondlopen in het wild. Geen plaats voor de zoon des mensen. Probeer me even voor te stellen hoe Lucas dit heeft opgeschreven. Die man die moet toch aangedaan zijn. Die moet toch onder de indruk zijn geweest. Dat moet toch tot je doordringen. Ook als wij het vandaag lezen. Geen plaats voor Jezus. Geen gastvrijheid voor Jezus. Je kan het contrast nog meer aanscherpen. Hè? Weet u nog
van die goddeloze stad Sodom, die is omgekeerd en die door vuur verwoest is. Daar kwamen die drie mannen, hè? God, de zoon van God, met die twee engelen. En die kwamen als drie mannen naar de stad Sodom om Lot en zijn gezin eruit te bevrijden. Nou, die hadden wel toegang tot Sodom. Die werden niet buitengesloten bij de poort, maar die werden ingehaald. Er was gastvrijheid voor vreemdelingen. Hè? De Oosterse gastvrijheid, die spreekwoordelijk is tot op de dag van vandaag. Als je bij een Oosterling komt, hè, dan wordt alles aan de kant geschoven en het beste van het beste tevoorschijn gehaald. En dat wordt aan de gasten voorgezet. Je moet gastvrij zijn. Gastvrij, ook in de stad Sodom. Die goddeloze, verdorven, verworden stad. En dan geen plaats voor Jezus. En hoe luisteren wij vanmorgen? Hoe zijn wij daarbij betrokken? Zeggen we alleen, wij, dat is toch aangrijpend, dat is toch verschrikkelijk, dat 2000 jaar geleden er geen plaats was voor Jezus? Of hebben we het ook op onszelf betrokken? Hebben we hierdoor in de spiegel gekeken? Want dat is wat de Heilige Geest met deze boodschap via Lucas voor heeft, hè? Dat het tot ons doordringt. Bij jou, bij mij is geen plaats voor Jezus. Je kunt kerstliederen zingen. Je kunt ontroerd zijn door die kerstliederen. Je kunt het uitjubelen. Nu zijt welkom, Jezus, lieve Heere. Hoe zal ik u ontvangen? En toch, je eert hem met de lippen. En mijn hart, ik heb het nog over mezelf, houdt zich ver van hem. Zou dat zo kunnen zijn? Je ontroerd bent met de dochters van Jeruzalem, maar geen plaats hebt voor Jezus. Je bent eigenlijk veel drukker met kerst en met het maaltijd voor kerst. En met de familie die je allemaal met de kerst gaat ontmoeten en de vrienden met wie je het gezellig zult hebben, dan dat er plaats is voor het kerstkind. En je hebt zoveel bezigheden in je leven, en studie, en levensdoelen, en interessante dingen. Geen plaats, geen beslissende plaats voor het kerstkind, dat hij de koning is. Of misschien heeft hij wel plaats in je leven, maar niet de allesbeslissende plaats. En niet het een en het al. En niet hij dat de koning is van je hart. Dat is mijn hart van nature althans. Geen plaats voor Jezus. Dat zijn dingen die we moeten zien, hè? Die we moeten ontdekken. Dat de bodem is van ons hart. Dat we niet willen dat Hij de koning is van ons leven. Want wat denk je als Hij de koning is van je leven? Blijft dan alles bij het oude? Blijf je dan je eigen oude gangetje gaan? Nee, als hij de koning is van je leven, dan stelt hij ook orde op zaken. En dan bepaalt hij wat er gebeurt en dan kun je het niet meer zelf uitmaken. En zouden er dan dingen in je leven veranderen? Gaan er dan gewoontes overboord en gaan er dan verlangens anders gericht worden? Moet je dan breken met dingen die je kostbaar zijn? Is hij koning? Heeft hij het hoogste woord en het laatste woord en het beslissende woord in je leven en dat alles geregeerd wordt door hem. Dat je zonder enig voorbehoud en reserve uitlevert aan hem. Zegt u het maar, Heer Jezus. U bent mijn koning. Ik ben niet van mezelf, maar ik ben van u. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Dat is ontvangen van Jezus als het kerstkind. En weet je, er is geen plaats voor Jezus. Niet bij Augustus, niet bij Herodes en niet bij die herbergiers in de stadje Bethlehem. Niet bij u en bij jou en bij mij. En toch komt hij. Ondanks het feit dat er geen plaats is, komt hij. Ondanks dat er geen plaats is voor Jezus, weder komt hij op de wolken van de hemel. Zijn eerste komst in nederigheid, onopgemerkt, niet publiek. Zijn wederkomst in grote glorie en aller oog zal hem zien. Niemand zit erop te wachten.
Of hebt u een vurig uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus? Zijn eerste komst, zijn wederkomst. Mijn hart, mijn oude mens van nature, niemand zit op hem te wachten. Maar hij komt. Hij komt door zijn woord vandaag. Hij komt door zijn woord in de kracht van de Heilige Geest. En dat je inderdaad gaat zingen, hoe zal ik u ontvangen? En dat je gaat zingen met je ganse hart, nu zij het willen komen. Jezu, lieve Heere, wees u dan mijn koning. Neemt u dan mijn leven over. Neemt u dan de teugels in handen. En leidt u mijn leven naar het doel wat u met mijn leven voor hebt. Leer mij, o God van zaligheden, mijn totale leven in de dienst van u besteden. Dan is het kerst geworden in ons hart, in ons leven. Geen plaats voor het kerstkind. Het eerste aandachtspunt. Het tweede, het wonder van het kerstkind. Ik heb het over de komst van Jezus. De komst van de Zoon van God. Maar is dat wel helemaal juist? In de tekst staat niet dat Jezus komt. In de tekst staat, zij baarde haar eerstgeboren zoon. Terwijl er toch wel teksten in datzelfde boek van Lucas zijn, die zeggen dat Jezus komt en gekomen is. Hoe zit het daar? Denk even aan die geschiedenis van Zacchaeus, hè? Weet u nog wel, hè? Die zat in die boom, die wilde Jezus wel zien. Jezus die zag hem, hè? Die draaide de rollen om. Die zei, ik wil het heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en hij kwam uit die boom en ontving Jezus met blijdschap. En iedereen stond erbij te mopperen. Die zei, dat is toch ongepast en ongehoord. En Jezus die prikt daar doorheen en die zegt, de Zoon des Mensen is gekomen. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Je zou dus op moeten letten. Er zijn heel veel teksten in de evangeliën die zeggen, de Zoon des Mensen is gekomen. Is gekomen. Niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Hij is gekomen. Heel vaak lees je dat. Dus daar gaat iets aan vooraf. Hij heeft een reis gemaakt. Hij komt van elders. Al die dingen klinken door als je leest. De Zoon des Mensen is gekomen. Maar zo staat het hier niet. Hier staat Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Zie je beter weten? Zeg, ja, dit is gewoon een geboorte. Hè? Zover een geboorte gewoon is. Dit gebeurt vaker. Dit gebeurt elke dag. Dat vrouwen zwanger zijn. En een kind baren. Dus Lucas had het kunnen schrijven als, nu kwam de Zoon des Mensen. Maar hij schrijft, Maria baarde haar eerstgeboren zoon. Waarom zou dat zo zijn? God is hier aan het werk. God doet hier zijn grootste werk, toch? Groter dan de schepping is de herschepping. De schepping heeft hij in 7 dagen, 6 dagen gedaan. Hè? En de herschepping? De komst van de Zoon is wel 4000 jaar voorbereid. Elke keer weer zijn er dingen opgelicht. Hè? Wie de Zoon zal zijn en hoe hij zou zijn en waar hij geboren zou worden. En uit welk geslacht hij geboren zou worden en welke ambten hij zou vervullen en zo. Wat is dat een voorbereiding aan vooraf gegaan? Wat het over die president van Amerika, wat allemaal georganiseerd wordt. Nou, deze komst van deze koning, der koning is 4000 jaar voorbereid. Perfect, in de kleinste details. Alle dingen zijn naar zijn hand gezet. God is aan het werk. En dat wordt hier in een simpel woordje gezegd. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. De Vader die zendt zijn Zoon naar deze wereld. En het volle liefdehart van de Vader zit daarachter. En zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. De Zoon is gekomen. De Vader heeft hem gegeven. De Vader heeft hem gestuurd en gezonden.
Hierin is de liefde van God geopenbaard, dat God zijn enige zoon gegeven heeft. Al de liefde van God in dat kindje. Waar zoekt u de liefde van God? En er is natuurlijk in deze wereld heel veel kritiek op God. En als mensen het breken met het geloof in God, dan zeggen ze, ja, maar kan er zoveel kwaad zijn in de wereld als God zo liefde is? Dat kan niet. En dan probeer je de liefde van God af te lezen uit de omstandigheden. Nee, hierin alleen is de liefde van God geopenbaard dat God zijn zoon heeft gegeven. Dat is de liefde van God. Dat Jezus, de zoon van God, mens is geworden. Dat is de liefde van God. Dat is alle liefde van God. Dat is het hele hart van God. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Wilt u de liefde van God zien? Wilt u de liefde van God kennen? Dan moet u naar de kribbe. En dan moet je daar neerbuigen. En dan moet je dat kindje aanschouwen. En maar blijven kijken. En maar blijven mediteren. En daar het eeuwige liefde hart van God achter zien. De oneindige, onpeilbare, diepe liefde van God. In dit ene kind tastbaar geworden. Ken je de liefde van God? Uitgestort in je hart door de Heilige Geest die is gegeven in de ontmoeting met dit kindje. Met het, ja, het aanschouwen, het gaan zien van wat er met kerst is gebeurd. God aan het werk. Nou, ik zei al, hè, 4000 jaar zorgvuldige voorbereiding tot in de kleinste details. Het leek er zo vaak op dat het niet zou doorgaan. Maar God heeft zijn woord trouw vervuld. We hebben daarvan gezongen. Hè? Het woord aan Abraham voorzegd door de profeten mond. Het is tot zijn vervulling en bestemming gekomen. Zo wonderlijk, hè? Je had zoveel in het Oude Testament. Het is helemaal vol van Christus. Onderzoekt het Oude Testament. En dit is vol van Jezus. Mozes. Is dat niet een heenwijzing naar Jezus? Die zijn volk verlost uit de slavernij van Egypte. Jozef. Die schuren volmaakt. De mens had het een kwade gedacht. Maar God had het een goede gedacht. Om een groot volk in het leven te behouden. Meer dan Jozef is in hem. Joshua, die zijn volk leidt in het land Kanaan. Is het geen prediking van de Heer Jezus Christus? We hadden het gisteren even over David en Salomo. De ene die gestreden heeft en Salomo die de vredevorst was. Allemaal laten ze iets oplichten van wie Jezus zal zijn. Kent de profetieën van Jeremia en zijn klaagliederen? Wat is die man verscheurd geweest van hart? Is het niet een uitbeelding van de droefheid en de smart die over Heer Jezus Christus is gekomen. Kijk eens naar die prachtige tempel in het Oude Testament. Afgebroken in 3 dagen. De tempel van het lichaam van de Heer Jezus. En opgericht in de opstanding van Christus. O, dat hele Oude Testament. Vol van deze Jezus. Wat is God machtig en wat is God wijs en wat is hij genade. God doet zijn grootste dingen. De Vader werkt. Hij geeft zijn Zoon. De Zoon die komt en die neemt het menselijke leven aan. Zoals we beleden hebben in artikel 18. Niet alleen het lichaam, maar ook de menselijke ziel. Is volledig mens. Is werkelijk mens. Je kunt het niet werkelijk je voorstellen dan zoals hij mens is geworden. En de Heilige Geest die doet het allemaal. Het gaat allemaal in de kracht van de Heilige Geest. De kracht van de Heilige Geest is over Maria gekomen. Die heeft Maria ontvankelijk gemaakt. En die heeft haar hele leven zo geleid. En die heeft dat allemaal gedaan. Ontvangen van de Heilige Geest. En geboren uit de maagd Maria. Drie-enig God. U zij de glorie. U zij al de eer. Als je naar de geschiedenis kijkt van de buitenkant, dan denk je, waar is God?
Dat is toch zielig voor Jozef en Maria, hè, dat zo'n zwangere vrouw een reis moet maken uit Nazareth. Wist je opgevallen hoe de evangelie begon in Lucas 2? Het geschiedde in die dagen. Dat de keizer Augustus een gebod uitvaardigde. Wat is dat? Die keizer Augustus, hè? Die man die zoveel macht had en zoveel zeggingskracht. Die zomaar de hele wereld in beweging kon brengen. Die staat in het kader van Maria, die zwanger is. Die staat in het kader van de geboorte van Jezus. Wonderlijk, hè? Hij is eigenlijk maar een pionnetje. Dat schaakbord van koning Jezus. En hij moet met al zijn keizerlijke geweld en glorie moet dienstbaar zijn aan het plan en het koningschap van de Heer Jezus Christus. Is dat niet de manier waarop God werkt? Vaak onder de schijn van het tegendeel. Want troost zit er ook in, hè? Je kunt het gevoel hebben dat God zo ver weg is. Als hij zo dichtbij is. Je kunt het gevoel hebben dat God je vergeet. Terwijl hij met zijn hele hart aan je denkt. Je kunt het gevoel hebben, wat ben ik toch zwak. Maar als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Zijn fabelachtige, duizelingwekkende kracht wordt in mijn zwakheid volbracht. Dat is het leven van het geloof, hè? Dat kijkt niet naar de omstandigheden, kijkt niet naar de dingen hoe ze zich voordoen, hoe het zichtbaar allemaal is, maar leef bij de onzichtbare werkelijkheid van God. God geopenbaard in het vlees. En daarom schrijft Lucas het zo menselijk. Ze baarde haar eerstgeboren zoon. Je kunt het gewoon niet te menselijk voorstellen. Het is een natuurlijke zwangerschap. Niet het ontstaan, maar de zwangerschap wel. Maria zal ook misselijk geweest zijn. En ze zal pijnen gehad hebben bij die bevalling. En als die, toen die weeën overvielen, ze voelde zich machteloos. En dat kindje had ook huidsmeer. En er was ook een navelstreng die doorgeknipt moest worden. En Maria heeft dat kindje aan haar lichaam gedrukt en heeft dat geknuffeld. Zoals elke moeder dit meemaakt en ervaart, heeft Maria het ervaren. En artikel 18 nog een keertje, daar wordt heel veel nadruk op gelegd op de menselijkheid en de natuurlijkheid van de geboorte van de Heer Jezus. Je hebt er niet moeten denken van dat Maria alleen maar een goot was of zo, waardoor de Heer Jezus gegaan is, maar dat hij niet echt gebouwd is uit de eiwitten van Maria of het DNA van Maria. He, Jezus is helemaal vlees geworden. Het woordje incarnatie, dat is een heel mooi woord, vind ik eigenlijk. Carnus, dat betekent vlees, dus in. Carnus, dat betekent in het vlees gekomen. Uit het vlees van Abraham, het vlees van David. Daar is hij uit gebouwd. Werkelijk mens. In het hele mens zijn binnengegaan. Dat mens zijn in zich opgenomen. Dat is de geboorte van de Heer Jezus Christus. Staat ook in, zij baarde haar eerstgeboren zoon. Niet haar enige zoon. Jezus had broertjes en zusjes die later geboren zijn. Ja, dus zo menselijk, zo concreet en zo natuurlijk is het in die geboorte, in dat gezin van Jozef en Maria eraan toegegaan. Het is niet een schijnlichaam geweest, een schijngeboorte geweest, maar een echte, werkelijke geboorte. Om werkelijk en echt ons te verlossen. Zo echt als de Zoon van God mens is geworden. Zo echt wordt de mens verlost en gered. He, mijn zaligheid staat en valt hiermee. En dan is hij mens geworden. En God gebleven. Moet je erbij denken. He. Maar hij bestaat op de manier van een mens. God, Gods Zoon, bestaat op de manier van een mens. Probeer dat eens wat te bemediteren. En hoe lang je erover mediteert, hoe groter het wonder wordt. Wat betekent dat?
Dat betekent dat de oneindige God, hè, die groter is dan het oneindige heelal, die is tegelijkertijd een eindig klein babytje. Kan dat? Dat kan niet. Maar het gebeurt wel. Die alwetende zoon van God, die is een klein kind geworden die onwetend is. En Maria zei tegen hem, zeg eens, mama, hij moest leren praten. En Maria zei later, probeer eens op je voetjes te staan. Hij moest leren lopen. Hij moest alles leren. Hij moest de Bijbel leren. Alles is op een menselijke manier in zijn leven er aan toegegaan. De eeuwige God die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is. Die is in het tijdelijke leven ingegaan. Die heeft dat tijdelijke leven, die tijdelijkheid, die sterfelijkheid in zich opgenomen. Die bestaat op de wijze van een sterfelijk mens. Nou, mijn verstand staat met eerbied stil. Dan. Het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Vol van genade en vol van waarheid. Zie je hem? Zie je God? Zie je de glorie van God? In dat babytje van Bethlehem. Paulus die schrijft later in Kreant Timotheus, zijn zielsvriend. Dan zegt hij, de verborgenheid, het mysterie van de godzaligheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Dat is het enige wat wij kunnen zeggen. En dan staat mijn verstand met eerbied stil. En dan moet ik eeuwig zingen van de goede tierenheden van de Heer. Wat een wijsheid, wat een genade van God. Hè? Dat de volheid van God in dat kleine babytje lichamelijk woont. God geopenbaard in het vlees. Of probeer het eens even voor jezelf voor te stellen. Stel u voor dat u als mens zou gaan bestaan op de wijze van een mier. Zo, dat is toch ongeveer de vergelijking? Ja, althans. Mens naar mier is veel kleinere afstand dan van God naar mens. He, schepper naar schepsel. Misschien mag ik het wel heel persoonlijk even zeggen. Mijn broer die is overleden. Maar die was eerst van de kerk vervreemd. En juist dit kerstevangelie. En juist dit platte voorbeeld van een mens die gaat bestaan op de wijze van een mier. Dat heeft hem destijds zo geraakt dat hij weer de weg naar de kerk heeft teruggevonden. Die zei, is dat God? Is dat de liefde van God? Is dat de nederigheid van God? Wil God op die nederige wijze komen? Ik kan niet tot God komen, maar God die wil wel tot mij komen. En die wil zich helemaal met mij vereenzelvigen. En gaan bestaan op de wijze van een mens. Nog een grotere afstand, nog een diepere vernedering dan de mens die op de wijze van een miertje gaat bestaan. En dan niet al een jas die even aandoet en die weer uitdoet, hè, maar hij bestaat zo. Hij bestaat vandaag nog zo. Hij bestaat eeuwig als mens, de Zoon van God. Hij is anders naar de hemel teruggegaan dan die uit de hemel is neergedaald. Hij heeft voor eens en voor altijd het menselijke bestaan aangenomen. En zich daarmee vereenzelvigd. Dat is het evangelie. Hij bestaat op de wijze van een mens. Hij bestaat op de wijze van een slaaf. Hè? Dat hebben we ook gezien al vanmorgen. De gestalte van een dienstknecht, van een slaaf. Aangenomen, de minste van de minste mensen. En dat niet tegen heug en meug, maar zo gewillig. Augustinus, hè, die grote kerkvader, zegt dan. God is nederig. De mens is trots. Grote zendeling in China, Hudson Taylor, die zei, wij willen iets bijzonders zijn.
Maar God die heeft zijn bijzonderheid verloochend. Hij is mens geworden. Opdat wij nederig van hart zouden zijn. Hè? Dat wij onszelf niet meer zouden verbeelden. Dat wij niet meer bijzonder hoeven te zijn. Maar dat we zeggen, er is maar één bijzonder. En dat is dat kind van kerst in de kribbe neergelegd. Waar stond naar het derde aandachtspunt, het teken bij dat kerstkind. Hoe kom ik erop? Nou, ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neer in de kribbe. Is je opgevallen dat de engelen, als zij in de velden van Efrata de boodschap verkondigen, dat ze zeggen, dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Dus dat is het kenmerk bij uitstek van het kerstkind. Die doeken en die kribben. Die vodden waarin die gewikkeld is. Die kribben. Er zijn allerlei gedachten, is het wel een kribbe geweest? Er was niet een broodkast of zo. Maakt allemaal niet zo gek veel uit. Hè? Het was in ieder geval iets wat heel nederig was en wat heel ontluisterend was. Waarin de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, is neergekomen. En wat tekenend is voor hem, wat hem uittekent. Dit hoort bij hem. Die nederige gezindheid, de gezindheid van de nederigste van de nederigsten. En wat zegt dat u? Stel u voor dat die inderdaad in dat paleis in Rome was geboren. Zou u dan naar hem toe durven gaan? Zou u dan een schroom hebben, hè, om u bij Jezus te vervoegen, die zo gewichtig is en zo indrukwekkend is? En moet je zoveel treden op om bij hem te komen? Nee, hij staat onder jou. Hij staat onder mij. Je kunt nooit te gering zijn voor Jezus. Je kunt wel te hooggevoelend zijn, denk je. Dat je een beetje schaamt voor Jezus. Ik bij Jezus horen, die in die doeken, die vodden is neergelegd en die kribben is neergelegd. Ja, maar dat is toch een beetje slordig. Dat is toch wel heel minderwaardig. Dus je kunt te hoog van hart zijn. Maar als u nou denkt, kan het wel voor mij? En is niet te groot voor mij? En is niet te verheven voor mij? Is Jezus niet te heilig voor mij? Dan zegt Jezus, nee, ik overbrug elke afstand. En ik kom aan uw voeten liggen. En het is niemand hier in deze Bethelkerk verboden om voor hem neer te buigen. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Dat was Augustus, die keizer, die wilde gediend worden. Maar ik ben gekomen om jou te dienen, om jouw slaaf te zijn. Zeg maar waarmee ik je van dienst kan zijn. Waarmee kan ik je helpen? Ik ben ter jouw beschikking. En het is niet verboden een beroep op mij te doen. Alles wat u ontbreekt, dat schenk ik u, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zo ben ik Immanuel. Zo ben ik God met jou. Zo sta ik naast jou. Als Paulus er later over schrijft, gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij arm is geworden om uwentwil. Dat u door zijn armoede rijk zou zijn. Met de zalige ruilplaat. Al die glorie en al die heerlijkheid van Christus, die is voor u. Hij neemt uw armoede aan. Hij vereenzelvigt zich met uw geestelijke schamelheid. Hebt u geestelijke schamelheid? Bent u geestelijk schamel? Bent u geestelijk bankroet? Hij neemt uw bankroet op zich. Hij neemt het in zich op. Dat u in zijn duizelingwekkende heerlijkheid en rijkdom zou delen. Dat is de kerstevangelie. En misschien moet je nog een stapje verder gaan. Hè? Zoals ze het nu zeggen, dan is het altijd nog een ander. Maar Jezus is nog dichterbij gekomen. Hij heeft zich nog meer met u en mij vereenzelvigd. Ik denk aan de apostel Paulus, die zegt, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wat zegt hij dan voorafgaande? Ik leef, maar niet meer ik. Maar Christus leeft in mij.
Stel je voor, u zit aan die kerstmaaltijd. En u hebt het over uw relatie met Jezus. Stel je voor dat je zou kunnen zeggen, weet je, dat Jezus een zwager is van mij. Dat is een broer van mij, een zus. Nou, dat is toch wel... broer van mijn schoonzus of zo. Dus hij is in mijn familie. Dat is heel bijzonder. Maar wat Paulus zegt, ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Dat is nog dichterbij, hè. Hij staat niet drie personen van je af. Maar hij is in jouw persoonlijkheid ingedaald. Dat is het evangelie. Door de Heilige Geest in mijn leven. Wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Hij is één geworden met mij, opdat ik één zou zijn met hem. God wordt mens, opdat de mens één zou zijn met God. Of je zou nog een stapje willen kunnen gaan. Dat de mens, in de goede zin verstaan, vergoddelijkt wordt. En dan in de goede zin bedoel ik mee, aan de Zoon van God gelijkvormig wordt. Herschapen wordt. Gelijkvormig aan de Zoon van God. Gelijkvormig aan de Zoon van God. En daar is die Zoon van God elke dag mee bezig. Hoop ik. In jouw hart. In jouw leven, toch? Dat je vernieuwd wordt. Van dag tot dag. Elke dag een beetje nieuwer. Elke dag een beetje meer het beeld van Jezus in jouw leven. Elke dag een beetje meer van die nederigheid van Jezus. Elke dag een beetje meer van die onbaatzuchtige, gevende, naaste liefde van Jezus in jou. Elke dag een beetje meer van dat geduld in het lijden, in de zorgen. Elke dag een beetje meer van die matigheid in de luxe en de welvaart waarin we leven. Hè? Dat je genoeg hebt aan God en dat je niet meer afhankelijk bent voor je geluk van al die aardse omstandigheden. Maar dat je zingt in God verblijd, aan hem gewijd van zeren wegen. Jezus, mens geworden. En niet als Adam een volwassen sterke man, hè, maar baby geworden. Om mijn hele leven over te doen. Zelfs van mijn babytijd. Alle onreinheid waarin ik ontvangen en geboren ben. Om dat te bedekken. Maar helemaal heilig en zuiver en rein te maken in de ogen van God. Immanuel, God met mij. Opdat het ook zou zijn. God in mij. Dat is Pinksteren. En opdat het ook zou zijn, dat is de wederkomst. God, alles in allen. Daarin te mogen delen. Eeuwig genoeg aan God, zonder ooit genoeg te krijgen van God. Ik wens u een zalig kerstfeest in het kerstkind Jezus.